Hallo, ik ben Jackie. En ik ben Jan. Wij zijn stembevrijders. En vandaag gaan wij een oefening voordoen in gibberish praten, of gibberish. Dat is fantasietaal. Wat je doet is, je ademt in en je gaat praten in een taal waarvan je van tevoren niet weet hoe die klinkt. Vroeger deed ik het vaak bij mijn zoon en het was gewoon heel erg leuk. Het is een hele andere manier om met elkaar te communiceren. En het is eigenlijk ook emotietaal. Dus door zo'n fantasietaal te gaan praten, ben je niet bezig met de inhoud van wat je zegt. En kun je dus veel makkelijker eigenlijk jezelf op een andere manier laten zien. Ik ga zo meteen eerst zelf beginnen om even gibberish in de camera te praten. En dan gaat Jan dat ook doen. Gewoon om je eens te laten kennismaken met hoe dat klinkt. Of kan klinken, want iedereen heeft ook eigenlijk een beetje een eigen taal als hij dat gaat doen. Zie het maar als een experiment. En dan gaan we daarna gaan we ook even samen praten in gibbertaal. Nou, dan ga ik maar beginnen. Ayakos karikio moyo kopawaya. Tioko maresko. Και ακόλο μαγείο σηκούα με τίο καλάλα ροκόμα βαϊακατή. Σκετώ να ιόρε κα αουαμά. Σηκόια βα βαγεία το κονό ροκοπόβα. Τιχα και τσινί με τσικούα κουλα κατσόκα πόσι τσικάντσε. Οτσικά τσίβα τσικόβα κχαναμάτι. Qua kitje weshika shuat zakawa. Puga prerea. Shikoro konumoeka. Chiha kike tsemo. Eros koa peteno rokotomawayaka. Chuha kichi she watsika. Watsika? Chokoromawayakai? Watsika kachama. Kies kwaaien, ga ik nog maar jakken tien jaar. Kwaaien, ga ik nog maar jakken tien jaar. Oh, ga ik nog maar jakken tien jaar. Kwaaien, ga ik nog Shiwa, die om maar jaren kwaaien, nee hoor. Tjaka, wat je, ja, ha, ook. Pua, kalo, koro, kom maar jakken. Tkwaaien, tjke. Schker ook nog maar jakken tien, kwaaien, nog maar jakken tana. Kawi, kocha. Kiero kupawa ya kitino ka yoroka. Koshi kasa kapoti ka. Oyo pare kono no ya kitino. Chikaba chiwa. Saba. Wat je vervolgens ook nog kunt doen, is zingen in gibberish. Dat gaan we nu ook eventjes voordoen. Karo komo ayati alala muare yakoa si umata ye dala maya akue mu ya lama tayokuru maya oh maya ke ono tayo amare amara ya sayo makaye Yeah.
Maïmoja. Nou, dit was onze demonstratie van gibberish praten en zingen. Je kunt dit doen gewoon om samen plezier te hebben en samen fun te hebben, want het is gewoon heel bevrijdend om dit te doen. Je kan het zelfs ook gebruiken als je misschien een conflict hebt en daar niet uitkomt. Dan kun je ook op deze manier gewoon in klanken gaan praten. Dan voorkom je dat je lelijke dingen gaat zeggen. Dus dat kan je ook nog eens proberen. Maar probeer het gewoon eens eerst uit voor de lol. En natuurlijk zijn we dan heel benieuwd hoe je dit ervaart. Dat kun je dan laten weten via jackiepeters.nl. Dankjewel voor het luisteren en kijken. En tot de volgende keer. Dag! Dag!